Kan u het zich voorstellen dat u niet meer aan uw geld kan op uw zichtrekening of ook al op uw spaarrekening, omdat dat plots geblokkeerd is, al die tegoeden? Omdat de licentie van uw bank is ingetrokken, gebeurt nu bij Optima Bank. De Nationale Bank heeft die licentie ingetrokken. En dus ja, 14.000 rekeningen geblokkeerd. zou gaan om 10.000 klanten. Allemaal om een bankrun te vermijden. Dat iedereen plots zijn geld daar gaat weghalen. Maar dat is zelden gezien in ons land. Ingrid de Poorter, goedemorgen. Goedemorgen. Professor aan de Universiteit Gent, expert in bank- en uh, vernootschapsrecht. Ja, die blokkering van die rekeningen. Het is logisch dat de Nationale Bank dit doet, maar het komt niet vaak voor. Hè? Nee, het is een zeer uitzonderlijke maatregel die uh, wordt genomen. Uh, even terug op, op het, de vraag of dat uh, de licentie van de... Uh, van Optima Bank uh, al en niet ingetrokken is. De uh, Nationale Bank heeft een voorstel gedaan aan de ECB, dus de bevoegdheid van de ECB, uh -huh. om de licentie uh, van Optima in te trekken. Europese Centrale Bank is dat. De Europese hè? Centrale Bank, inderdaad. En um, Optima was al volop bezig met al bankactiviteiten uh, te gaan afstoten. Um, nu, recente inspecties hebben aangetoond dat er toch een aantal onregelmatigheden zijn gebeurd, waardoor dat de Nationale Bank. Versneld uh, is overgegaan tot het voorstel tot het intrekken van die van die licentie. Okay. Het blokkeren van de rekeningen is een bewaardermaatregel die de Nationale Bank heeft genomen. om uh, een run op de bank te gaan vermijden. en dus een faillissement van uh, Optima uh, uit de weg te gaan. Ja, want wat betekent dit alles nu voor Optima Bank? Licentie ingetrokken. dreigt die bank over kop te gaan? Wat is er aan de hand eigenlijk? Voorlopig is Optima Bank voor alle duidelijkheid uh, niet failliet. Uh, nog niet failliet. Uh, ik verwacht ook niet onmiddellijk dat dat uh, gaat gebeuren. Nu, natuurlijk als de rekeningen uh, niet zouden geblokkeerd zijn, kan ik me voorstellen dat veel klanten hun geld zouden gaan halen bij de bank. Het gaat om ongeveer om een 90 miljoen euro aan deposito's dat daar open staat. Als iedereen dat Plotsklaps komt doen, komt de bank in liquiditeitsproblemen. noemt men dat? Hè? Dan kunnen ze Te dat weinig niet... geld in kassen eigenlijk op dat moment? Te weinig geld in kas, inderdaad. En op dat moment, uh, als een, een onderneming in liquiditeitsproblemen zit, zitten ze in staking van betaling. Mm -hmm. En gaan ze failliet. Dus dat is een, een bewarende maatregel, net om dit te gaan voorkomen en om deftig de bankactiviteiten te gaan uh, af, afhandelen. Ja, het is vrij ongezien in ons land. Hè. Wat, wat zijn eigenlijk de rechten nu voor de mensen wiens rekening geblokkeerd is? Zullen ze nog in de toekomst aan dat geld zeker kunnen? Um, voorlopig zijn er, is, er, is daar nog geen standpunt van ingenomen door uh, de Nationale Bank. Nog Optima heeft daar enig communiqué over uh, verspreid. Ik vermoed van wel dat ze op een gegeven moment, eenmaal dat die uh, procedures zijn opgestart om al de rest van die bankactiviteiten af te stoten, dat die rekeningen zullen worden uh, opnieuw uh, vrijgegeven. En op dit moment, ik kan me voorstellen, rekeningen moeten betaald worden. Hè, nutsbedrijven, iedereen komt toch om de, regel, met de regelmaat van de klok aankloppen bij gezinnen, bij mensen... Voor Betalingen. Is er een soort statuut? Kan je dan zeggen: ja, sorry, ik kan niet aan mijn geld? Is daar een bescherming? Hoe zit dat? Um, voor zover ik weet, heb je dan geen uh, bescherming ten aanzien van, uh, als we dan kijken naar de klant versus zijn eigen schuldeisers. Ik denk maar aan de huur betalen. Mm -hmm. dat natuurlijk. Um, Bestaat er geen, geen juridisch opvangnet voor, voor, voor die klanten? Nu, wat er wel gebeurd is, ondertussen ook hè, door de Nationale Bank, dat is een beschermingsmechanisme dat in werking treedt. Dat is het, het, het uh, aanspreken van het depositogarantiestelsel. Mm -hmm. Dat mechanisme is nu uh, voor het eerst in, in werking getreden in, uh, in België. Dat is de noodkas die de banken zelf hebben moeten aanleggen na de crisis, zeg maar. Hè. En, Inderdaad, en, is dat ja. voldoende? Kan iedereen dan ongebreideld zijn geld terugkrijgen? Nee, die, er is daar een beperking tot 100%. 100.000 euro per klant, dus per deposit, depositant noemt mm -hmm. men dat, per instelling, um, dat men kan terugvragen. Dus heeft u 500.000 euro staan bij Optima, dan kan u uh, maar via het depositogarantiestelsel beroep doen op 100.000 euro uh, aan, uh, aan deposito's. Mm -hmm. Ja, is het de eerste keer dat dat garantiefonds bij ons dan in werking zal treden? Voor zover ik weet is het de eerste keer dat het op die manier in werking treedt. Ja, u sprak ja. van 90 miljoen euro. Kan dat fonds dat aan op dit moment? Is dat geld dat ergens zit en meteen beschikbaar is, bijvoorbeeld? Um, nee, het geld, het geld het is niet om onmiddellijk nu de klanten. Um ik ga even terug. Het, uh, de klant moet een procedure volgen vooraleer uh, daarop beroep te kunnen doen. Die mm -hmm. procedure staat heel duidelijk beschreven op het website van het garantiestelsel. Ze moeten zich daar registreren. En dan zijn er minstens twintig werkdagen of twintig werkdagen mm -hmm. die verstrijken vooraleer dat zij daarop beroep kunnen, uh, kunnen doen. Ja, want zover is het natuurlijk nog altijd niet hè, dat faillissement bij uh, Optima Bank... Wat, wat, wat zegt nu de toekomst volgens u voor Optima Bank? Want het is een, een instelling met andere activiteiten. Zullen die ook lijden onder wat er nu bij die bankactiviteiten gebeurt? De andere activiteiten, die kunnen onder andere vergunningen verder worden uitgevoerd. Dus Optima Bank heeft ook een vergunning als verzekeringsmakelaar en als verzekeringstussenpersoon. Dus die verzekeringsactiviteiten kunnen voorlopig worden verder gezet. Die vergunning wordt uitgekeerd, uitgereikt door de FSMA. Tot nader orde heb ik nog geen bericht gehad dat de FSMA die vergunning zou gaan, gaan intrekken. Er zijn nog andere diensten. Ze zijn financial planner. Ze doen aan vermogensbeheer. Als zij die diensten ook nog willen verder uitoefenen dan zullen ze daar ook een, uh, zich moeten gaan regulariseren om die, omdat ze kunnen dat niet meer onder de vleugels doen van de banklicentie maar zullen ze een aparte vergunning, aparte vergunningen moeten gaan, gaan, gaan aanvragen. Uh, maar in principe heeft het geen uh, directe invloed op die andere activiteiten. Mm -hmm. Wat natuurlijk wel nefast is voor Optima Bank, is de reputatieschade, die zal uh, groot zijn. Want het gaat vooral... Het gaat, heeft allemaal te maken met dat gerechtelijk onderzoek. Hè? Het heeft weinig te maken met, met liquiditeitsproblemen op dit moment. Inderdaad, ja. Dus de, de reputatieschade door... De Nationale Bank heeft dat ook aangegeven in zijn communiqué. Ze hebben het dossier doorgegeven aan het parquet uh -huh. te Gent. Er is daar ook ondertussen een onderzoeksrechter voor aange, aangeduid. Dus... Um, ja, die onregelmatigheden die daar gebeurd zijn, die hebben duidelijk ook een uh, strafrechtelijke uh, kant van de zaak. Uh, dus het, 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 is, het is een. Het is een uh, ja dat aspect zal zeker een, een zware mm -hmm. last zijn die Optima Bank moet uh, meedragen. De toestand bij Optima Bank even verklaard. En ook het, uh, het luik dat gaat over uh, de, de spaarders natuurlijk. Hè? Mensen die daar een rekening hebben. Het wordt ons plots een beetje duidelijker. Ingrid De Porter, professor uh, Bank en Vernootschapsrecht aan de Universiteit Gent. Dank u wel.